Vandaag stond de dag in het teken van teambuilding. De Vitesse-enaren hadden in de ochtend een ontspannen training waarin een grote rondo werd gespeeld en later een partijtje voetvolley. Morning. De jongste speler deze week in de selectie van Vitesse is de 16-jarige Mitchell van Bergen. De talentvolle Ossenaar moet deze week eigenlijk naar school, maar Vitesse regelde dat hij toch mee mocht naar Spanje. Wel nam van Bergen de studieboeken mee naar Orihuela Costa, want er moet natuurlijk wel gestudeerd worden. Ja, het hoort erbij. Ik mis nu een week van school. Ik loop best ver achter, dus ik moet ook hier maar eens werk maken. Ik heb maandag, toen ik van de reis terugkwam, of hier aankwam, toen heb ik mijn boeken erbij gepakt, heb ik wat gewerkt. Gisteren niet, maar vandaag moet ik het weer doen. Ja, welke vakken moet je hier allemaal studeren? Ik heb deze week heb biologie, Nederlands en Engels bij. In de middag vertrok de selectie, net als vorig jaar, naar de plaatselijke kartbaan. Daar streden de spelers en staf vandaag om de ereplaatsen. Die wordt de opvolger van Davy Proppoy, die vorig jaar de snelste was. Ja, wellicht aan de kansen, maar ja, je moet geluk hebben dat je een goede wagentje hebt. En dat je niet met vervelende mensen rijdt. Nou, ik ga in ieder geval eerst instantie voor plezier, maar als ik die eerste plas kan pakken, waarom niet, hè? Gevaarlijke man deze. Voor het klassement.